Goeiedag, ons is vandaag bij die derde Jy is gemaakt. Ons het gepraat oor die eerste dag oor Jy is vir God gemaakt, die tweede dag oor Jy is ook vir mens gemaakt, vir iemand daarbuiten. So sê mens wees is medemenselijkheid. Vandaag praat ons oor Jy is gemaakt vir die wereld. Als ons praat oor die Jy is vir die wereld gemaakt, dan praat ons niet hier van die negatieve in die wereldse verval nie. Nee. Ons is gemaakt voor een godgeskapen wereld. Die mensen, die massas. Maar kom eens kijken naar een of twee areas. Ons rentmeesterskap, wat betekent om verantwoordelijkheid te nemen. Teenoor wat Jezus gesê het in Johannes 17, vers 18. Kom ons lees. Soos wat u my gestuur het, Vader, so stuur ek hulle. Die vraag is, hoe het die Vader om gestuur? Hebreërs sê, vir die vreugde wat om voorgehou is, het hy die kruis verdra. Vir die vreugde van wat? Zodat hij sy lieveling breed kan kom herstel, dat ons in perfecte harmonie en verhouding met hom werkelijk kan leven. Niet oor te skep na nieuwe skepsel wat hoor as God praat en weet dat God hoor as hy praat. En dit is hierdie uniekheid wat hy sê, stuur hulle net so. Paulus sê dat as hy in Rome is, maak hy soos hulle, en met die Grieke maak hy soos hulle. Dis alsof jy een ander vorm aanneem, nie een ontkenning van wie jy is nie. Paulus communiceert diezelfde ding als hij sê in Filippense 2 vers 6. Hij wat in die gestalte van God was, het het geen roof geacht om aan God gelijk te wees nie. Maar terwille van die dienstbaarheid aan die wereld, die mensdom, het hy die gestalte van een dienstknecht aangeneem. Nie een ontkenning oor wie hy was nie. As ons sê dat ek aanpas by die wereld, dat ek die gedaante opneem soos Jezus vlees opgeneem het, het ons hom nie gesien in die vorm van sy neus, sy oor, sy hare nie, maar in die eienskappe, sy barmhartigheid, sy uitreiking, sy ongelooflike liefde vir die mensdom, die massas wat hy getrek het. Hy het verantwoordelikheid gevat vir die massas, en hy het vir die massas innig jammer gevoel. Maar het ook vir die individu jammer gevoel. Om die missie te vervul, het hy die gestalte van een dienstknecht aangeneem. Sien u dat die uitdaging hier is om soos Jezus bereid te wees, om van een gedaante letterlijk te verander. Jy hoef nie een mooie bos hare of een mooie gezichtje te hê om hieraan te voldoen nie, want God het ons gemaakt vir die wereld. Die belangrijkste ding is dat ons juist hierdie missie sal vervul. Een wat hy vir ons sê. Dit is in hierdie verandering wat Jezus soos ons, nie ontkenning van homself, het hy kom dien. Hy was bereid om voete te was, hy was bereid om mense op te lei, hy was bereid om hulle te dien, hy was bereid om hulle te voed. Bereid om te sê, pak al jou skuld op my. Hy het die wereld op homself geneem. Dit is hierdie wat hy sê, is die goeie nuus van die genadige God wat die mensdom lief het. Aan allemaal verkondig is, dan gaan hy ons kom haal. Dit lyk so amper afhankelijkheid van ons prestatie en ons vermoeën gewilligheid om met diezelfde passie, nie net die individu te sien nie, maar ook die massa wat sy missie is. In kort, hy kyk ons net na, ons is gemaakt vir die wereldse politiek. En hoe speel ons een rol? Moet ons op die staat en op die staat maak? Die punt hier is nie dat wat hy sê is bid vir die regering. Gee die keizer wat om toekom. Maar die doel is eindelijk so dat ons vrede kan lewe. En dit is ons missie, om op die manier in politiek bezig te raak. Nie racistisch te probeer een punt maak en te dink dat het Bybels is nie. Maar dat jy juist op so'n manier dialoog sal voer, dat ons in vrede hier op aarde kan saamlewe. Ons sien ook dat ons een missie het, nie net teenoor die politiek van die dag nie, nie op so'n manier betrokke te raak dat ons boodskap gecompromitteer word nie, maar dat ons duidelik klanke maak van Godse omgee vir alle mense. Elke volk, nasie en taal gaan uiteindelik as 'n groep, nie onderskei die kleur waar jy vandaan kom, maar onderskei daarin dat ons nuwe mense in Christus is. Verder is ons ook gemaakt om vir die wereld die natuur en rentmeesterskap op te neem en verantwoordelikheid te aanvaar.
Als dit bij die wereld en gebeuren daar rondom kom, die dingen, die bomen, die planten, die dieren. Het is jammer dat ons soms balans verloor en ten opzichte van die mens meer bekommerd te wees oor dieren en planten als mensen. Het is een fijn balans van verantwoordelijkheid voor beide. Die klein bijdrage wat elkeen maak om niet net wat papieren uit te gooien bij die venster en afval dingen op te tellen in die wereld, dat die beste van ons vermoe in stand te hou zodat mensen daarop kan leven. Ook met die bewustheid dat ons nooit alles gaan recht krijgen. Ons gaan nooit die klimaat wen nie. Hoekom sê ek dit? God het gesê, soos wat hy die mens niet gemaakt het, gaan hy vir hom een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maak. Ongelooflik om te denken, God sê, ons gaan die strijd tegen aardverwarming niet wen nie, van besoedeling niet wen nie, maar ons gaan goeie renbeesterskap openbaar door sorgvuldig ons leven te leven, ons vullis te besteer en beheer oor ons opinie, te gee oor dinge, dieren te verzorgen dat ons ook naar die beste van ons menselijke vermoe omzien naar ons wereld, ons water, ons stroom, ons planten wat prachtig en mooi gemaakt is. En dat ons een fijn balans hou om te weten dat uiteindelijk gaan alles weer niet gemaakt worden door God ons Schepper. Mag je genade vinden om jouw belangrijkheid in die drie areas: voor God geschapen, voor een mens geschapen en dan ook voor een wereld geschapen. Doen met vreugde die onmetelijke voorrecht om mensen te wees. En dan daarom die gezondste mens wat je kan wees voor God. Mens en ook hierdie wereld. Niet om te oordeel nie, maar om genade te doen en op die rechte tijd verhouding sterk te maken. So gee ons eer aan God en laat hom en sy wereld mooi lyk. Kom ons bid. Ons is tot alle dingen in staat, Heere, door u wat ons kracht gee, om oop te wees die uitnodiging van een verhouding met u, verhouding met ander, en een goede verhouding met hierdie wereld te leven. Dank u dat u ons leer en lei, om die beste weergawe van ons te wees in hierdie wereld, in Jesus' naam. Amen.